Echt heel prachtig. Konden we 3 jaar geleden nog niet doen. Helemaal niet. Peter Roelfsema wordt er helemaal enthousiast van. Een foto van het ontstaan van een sterrenstelsel. Ja, het is echt prachtig. Ruimteonderzoeksinstituut Esron werkt mee aan een Japanse missie die dit fenomeen nog beter in beeld moet gaan brengen. De kwaliteit waarmee we dat kunnen zien nu met de Hubble-telescoop is al geweldig. En met Safari, als we die over 10 jaar gelanceerd hebben, dan gaan we daar nog 10 keer zo diep in. Dan gaan we 10 keer zoveel detail erin zien. En dan gaan we dus ook kunnen zien welke materialen daar precies gebruikt worden voor het vormen van die sterren en die planeten. Maar hoe gaat zoiets nou eigenlijk in zijn werk? Peter laat het zien aan de hand van een schaalmodel van een satelliet waar Esron de camera voor heeft gemaakt. Die camera's daarmee kunnen kijken naar de hemel, zoals in dit geval, maar bijvoorbeeld ook naar de aarde. Om milieuonderzoek te doen, onderzoek aan de atmosfeer. Dat is een van de divisies die we hier hebben die dat soort werk doet. Ikzelf heb meer te maken met het kijken naar de heelal. Dus dat is de HiFi was mijn vorige project. Prachtig om te zien werken en dat is heel succesvol op dit moment. Heel veel wetenschappelijke resultaten. Het volgende project heet Safari en daar wordt door de wetenschappers van Esron hard aan gewerkt. Dat gebeurt in een zogeheten clean room, een stofvrije werkomgeving. Om daar naar binnen te mogen moet je zelf ook stofvrij zijn. Dus even een mooi blauw pak aan, hoesjes om de schoenen doen en daarna de luchtsluis door. Om vervolgens terecht te komen in het laboratorium. Hier worden de onderdelen gemaakt die straks de ruimte ingaan. Het gaat de goede kant op. Dat ziet er erg goed uit. Ze zijn af volgende maand. Ja, dat zou zeker moeten kunnen. Heel mooi, heel mooi. Safari heeft ze nodig. Dit lab mag gerust de schoonste plek van Utrecht genoemd worden. En dat is niet voor niks. De apparatuur die hier gemaakt wordt is zo gevoelig dat een klein stofje al een storing kan veroorzaken. Het is ook de reden van het gele licht. Ja, het gele licht dat is wel wennen in het begin. Het is nodig om de fotolak die we gebruiken niet onbedoeld te belichten. En het is ook fijn dat je af en toe ook in ruimtes komt waar het licht weer wit is. Toch moeten er nog heel wat uurtjes worden doorgebracht in het laboratorium. Pas in 2018 gaat de Japanse satelliet de lucht in. Maar als het zover is, dan vliegt er iets rond om trots op te zijn. Die 6-7 jaar die we nog hebben om te bouwen, die hebben we echt wel nodig. Maar hij gaat dan ook wel echt de lucht in. En dan gaat hij ons prachtige dingen laten zien.